De opleidingen voor de Special Forces van het Korps Commandotroep in Roosendaal zijn grotendeels stilgelegd. RTL heeft dat gemeld. Die hebben een mail in handen van de hoogste baas van de commando's. Inmiddels is het ook bevestigd overigens. Verslaggever Erik Peters is in Roosendaal bij het Korps Commandotroepen. Erik, waarom zijn de opleidingen stilgelegd? Ja, de aanleiding is het tragische incident in maart vorig jaar, waarbij een commando om het leven kwam op de schietbaan in Osserdrecht. Dat kwam door een procedurefout. Nou heeft commandant Jelte Groen hier van de commando's heeft naar aanleiding van scherpe kritiek van de Veiligheidsraad gezegd, de Onderzoeksraad voor Veiligheid gezegd van ja, ik vind dat ook op andere plekken die risico's gewoon te groot zijn. De veiligheidsprocedures zijn niet gegarandeerd, ook niet met andere opleidingen. Dus vind ik dat die opleidingen vooralsnog even moeten worden stilgelegd. En om wat voor opleidingen gaat het dan precies? Het gaat in totaal om 60 voortgezette opleidingen. Dan moet je denken aan parachutespringen, duiken, maar ook het omgaan met explosieven. Maar de commando's mogen voorlopig ook niet meer met scherp schieten. Je moet je voorstellen dat het zijn hier special forces. Die moeten voordat ze op missie gaan ook met scherp in de open lucht kunnen schieten. Maar zegt de commandant hier, ook dat gaan we voorlopig even niet doen. En wat gebeurt er nu met die commando's die die opleiding volgen? Ja, het gaat in totaal om 19 commando's die hier in opleiding zijn en die dus ook gedupeerd zijn nu door deze voorlopige maatregel. Nou, het ministerie van Defensie die onderkent, die bevestigt inderdaad dat de trainingen tot nader order in ieder geval tot einde dit jaar zijn stilgelegd. De operationele inzetbaarheid van de commando's die blijft wel gewaarborgd. Dus de commando's die hier op de kazerne liggen, die kunnen wel gewoon worden ingezet.